Beelden uit 1935 van het pas geopende Bethesda ziekenhuis aan de Koudekerkseweg in Vlissingen. De eerste jaren na de opening in 1931 beleeft het protestantse ziekenhuis zorgelijke tijden. Het moet concurreren met het algemene ziekenhuis in Middelburg en het Rooms-Katholieke Sint-Jozef in Vlissingen. Bedden blijven leeg en een faillissement dreigt. Het bestuur treft allerlei maatregelen om dit onheil af te wenden. Zo krijgt Charles Dert, fotograaf uit Vlissingen, de opdracht een promotiefilm te maken, ten einde de zieken naar Vlissingen te lokken. Alle beelden die u hier ziet zijn van zijn hand. Met deze film gaan ze de dorpen en steden langs om de overwegend protestantse bevolking te doordringen van hun plicht om bij ziekte zich te laten verplegen in deze christelijke instelling. Om uit de financiële nood te komen, wordt er ook bezuinigd. Zo gaat het salaris van het verplegend personeel omlaag en krijgen de patiënten van de derde klasse voortaan geen roomboter meer op hun motorham. Omdat het gewenste aantal zieken uitblijft, staat er een complete vleugel leeg. Om extra inkomsten te verwerven, wordt deze ingericht als onderkomen voor gezonde oude vandaag, zoals deze twee Vlissingse dames. Een ziekenkamer ingericht als woonkamer. De bejaarde bewoners staan te boek als pensionairs en betalen minimaal 1500 gulden per jaar voor hun onderkomen. Er is plaats voor 30 personen en deze afdeling zal tot 1950 bestaan. In de Walgense en Beverlandse dorpen worden plaatselijke verenigingen opgericht die de belangen van het ziekenhuis moeten uitdragen. Charles Dert heeft nogal wat van deze mensen gefilmd en zocht ze op in hun eigen omgeving. Hij bezorgt ons daarmee een fraaie kijk van een aantal dorpen in de jaren 30. De verenigingen worden gedragen door vooraanstaande protestanten, zoals dominees, onderwijzers en herenboeren. En als de burgemeester ook van protestantse huizen is, zit uiteraard ook hij in het afdelingsbestuur, zoals hier burgemeester Daniels uit Rittem. Zeker de dominees en ouderlingen schuwen in de jaren 30 het middel van morele druk niet. In kerkbladen verschijnen opwekkende en soms ook vermanende artikelen over zieke geloofsgenoten. Een dominee schrijft aan zijn gemeente: "Wat hebben wij te zoeken in het Middelburgse ziekenhuis waar men officieel van Christus niet weet? Of in het Sint-Jozef waar het zuivere evangelie van Christus niet wordt gevonden? Ja, het zijn de jaren waarin protestanten en Rooms-Katholieken in Zeeland nog lang niet samen door één deur gaan. Integendeel. Men leeft in het harnas naast elkaar." Met Filmer Dert trekken we verder Walcheren rond. De hervormde kerk. De plaatselijke Bethesda-vereniging op het Dorpsplein. Rechts de smederij van de Kam. Voorop dominee Heij. Rechts het verenigingsgebouw van de gemeente. Nu staat hier een supermarkt. Dit moet dominee de Koning van Sint-Laurens zijn. Lau Simonsen in klederdracht. Hij is burgemeester van Biggekerke. Achter hem de bakkerswinkel van Klaas Jansen. In elk dorp komt de kerk pontificaal in beeld. Maar ook fraaie sfeerbeelden. Kinderen in de Walgense klederdracht. De Oostweg met de molen van Brasser. Aagtekerke. Hier wonen vooral leden van de gereformeerde gemeente. Kinderen bij de diaconieschool. De auto is de taxi van Van Vaassen, tevens de fietsenmaker in het dorp. De hervormde dominee Panhuizen. De mensen komen uit de pastorie. Veldwachter Verhagen. Achter de kolenboer de hervormde kerk. Thank you.
Filmer Charles Dert filmt de hele bevolking van de diaconieschool. Hier lopen ze in de schoolstraat. Op zijn tocht over Walcheren belandt de filmer bij Domburg in de tuin van huize Duinvliet, het onderkomen van meneer en mevrouw Blum de Niet. Het echtpaar dat uiteindelijk 750.000 gulden schonk voor de bouw van het Bethesda ziekenhuis. We kennen hem niet. Het is in ieder geval geen boer, want die draagt geen klompen. In Meliskerke treffen we een nogal gemêleerd verenigingsbestuur. De hervormde dominee Bakker, in 44 verdronk hij tijdens de inundatie. Koop Boogaard, melkboer en lid van de gereformeerde gemeente. Rechts Munter, gemeenteveldwachter van de gereformeerde gemeente. Met bril dominee Vreugdehil van de gereformeerde kerk. Achter hem meester Breukelman van de christelijke school. En tenslotte Kees Sturm, beheerder van het postagentschap. Een gezelschap van uiteenlopende protestantse richtingen die zeker in die jaren weinig samenwerken. Maar hier hebben ze min of meer een gemeenschappelijke vijand. Sint-Jozef en het Middelburgse ziekenhuis. En dat bindt, zo te zien. Op het bergpad dominee Vreugdehil met vrouw en zoon Tom. Achter het paar in hun tuin een soort prieeltje. Eind jaren 20 leed de dominee aan TBC en in dit onderkomen kuurde hij in de buitenlucht. Hij kreeg het advies om petroleum te drinken. En hier in 1935 maakt hij een gezonde indruk. Er zijn nog meer Walcherse dorpen waarin filmer Charles Dert een kijkje neemt. Volgende keer het derde deel van deze promotiefilm voor het Vlissingse Bethesda ziekenhuis.